Goedemorgen. Of middag. Of avond natuurlijk. Het is maar net wanneer je dit filmpje zat kijken. Dit is Ron. En dat is Gert. En hier is weer een nieuwe aflevering van Matchup TV. Ja, het is alweer enige tijd geleden. Iedereen die schreef ons al briefje en mailings en wat duurt het allemaal lang. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. Gelukkig. Helemaal. En... Ja? Nee, jij wil je zeggen. Dus ik wacht even. Nee. Oh, en we hebben weer een bomvolle uitzending deze... We hebben normaal gesproken altijd 3 items. Nu hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nou, 5. Dus 2 dus, bonus. Ga er maar even voor zitten. Pak anders eerst even een bakje koffie. Zet hem even op pauze. Ja. Nou, proost hè. Ja. Zet hem even op pauze. Kun je even koffie halen? Nee, serieus. Zet nou even pauze. Nu. We doen daar toch niks. We doen niks hoor. Nee, laten we dat maar doen. Goed. Wat hebben we? Om te beginnen. Wat hebben we? Wat, zullen we eerst opzommen wat we allemaal hebben eigenlijk deze week? Dat is een DVD. De DVD Let's Go Dutch. Let's Go Dutch. Van Frits. Hoe schrijf je dat ook weer, Frits? Met een Z. Oh, met een Z. Ja. We hebben een observatietest. Ja. Ik ga een observatietest met je doen. Trucje. We hebben de Spider-Pen Pro. Pro. Veel aangevraagd. We hebben een hele mooie, mysterieus item. Dat is wel de weekdeal. En een bijzondere truc met een spelkaarten. Ja, Mastermind Deck. Ja. Maar goed, laten we beginnen met Let's Go Dutch. Ja. Dat is een relatief nieuwe DVD met een aantal goede kaartroutines. Ja. Gedaan door niemand minder dan onze eigen Frits met een Z. Yes. Ja, er staan echt een hele aantal goede routines in. Ze zijn ook allemaal opgenomen live in een of andere duistere kroeg in Engeland. Ja. Maar leuke dingen, goede dingen. Ja. En daardoor kan je ook zien dat het bruikbaar spul is wat erop staat. Ja. En ik moet zeggen... Dit is een DVD die gewoon aan te raden is voor voornamelijk kaarttrucs. Ja, het zijn eigenlijk allemaal kaartreffecten. Ja, de laatste geloof ik. Een euro 10. Ja. Nee, het zijn inderdaad voornamelijk kaarteffecten. Dus dat is wel voor de kaartgoochelaar voornamelijk een hele leuke DVD. Ik vind het gewoon leuk omdat het door een Nederlander gemaakt is. Ja, tuurlijk. We hebben niet veel, we hebben wel veel, maar er zijn niet onwijs veel Nederlandse uitgaves. Ondanks natuurlijk onze eigen Lotto Square. Maar dit is weer een Nederlandse MP terecht. Ik heb natuurlijk regelmatig wel spulletjes. Maar goed. Leuk. Nou, je kent Frits zo herkennen. Ja, jij herkent hem duidelijk. Ja. Dus, goed te zien. Ja. Nou, dit is Frits. Dat is Frits. Goed, hij heeft één effect waarbij hij een speciale gimmickkaart gebruikt. Wij hebben als enige ook daar, leveren daar ook 10 van deze gimmick kaarten bij. Dus handig. Doe er je voordeel mee. En wat kost de DVD bij ons? €29. €29, inclusief dus die speciale bonusgimmicks die je in principe niet overal krijgt. Nee. Dus dat je dat even weet. Er ook altijd bij te krijgen, geen probleem. Nee. Ik vind het voor die €29 staat er echt een hele hoop goede dingen op. Ja, dus een eurotje of 2 per truc dan. Ja, dat is echt goed. Als je het zo bekijkt. Echt de moeite waard. Ja. En het is ook wel leuk om een Nederlander ermee te sponsoren. Ja, zeker. Of 2 Nederlanders. Ja, 2. Ja. Of 3. Ja. Maar goed. Voor de mensen die het nog niet helemaal weten, het is niet Nederlands gesproken of Nederlands ondertiteld. Nee. Dat dan weer niet. Nee. Het is wel een Nederlandse die het doet, maar hij spreekt Engels. Het is natuurlijk logisch, hij wordt wereldwijd is hij uitgebracht, is overal te koop. En ja, dan is Engels toch wel de gangbare taal. Ja, dus dat dan weer wel. Laten we snel doorgaan met de volgende, want het wordt een half uur durende uitzending. Dat is toch niet wat de mensen willen. Observatietest. Dit is leuk. Leuk? Ja, dit is leuk. Ik zal hem eventjes laten zien. Je doet ook de hele dag niks anders dan observeren. Observeren. Ja. Nee, de bedoeling is heel simpel. Het is een klein testje om te kijken hoe goed jouw toeschouwers opletten. Ja, nou, ik heb de truc nog nooit gezien. Nee. Dus ik zou zeggen, verbaas me. Nou, verbaas je. Nou goed, je moet 3 dingen in de gaten houden. Ja. Ten eerste heb ik een aantal kaarten. Aan jou de vraag hoeveel er zijn. Ja. Ten tweede... hoeveel kaarten de face-up en face-down liggen. Misschien is het handig om je te onthouden. En welke kleurig. Ja, nou, de laatste is natuurlijk het meest makkelijke. Maar goed,
Hoeveel kaarten heb ik hier? 4 kaarten. 4 kaarten. En welke kaart lag er omgedraaid? De harte 3. Harte 3, ja. Daar ga je eigenlijk al de fout in. Want het was namelijk de klaver 9. Ah. Kon je ook niks aan doen. Dat was natuurlijk een observatietest. En je wist natuurlijk nog helemaal niet waar je naar moest kijken. Dus welke kaart lag er omgedraaid? Dan weet ik het. De klaver 9. Klaver 9. Ja, de klaver. Ja, ja, ja. Alleen, het is de schoppen 3. De schoppen boer. Boer. Ja. Oh, dus, okay. Dat is jammer dan. Ja, dat gaat niet helemaal. Mensen die dit zien, die observeren je niet helemaal goed. Want sommigen die zeggen nee, het was de harte 3 die ik zag. En anderen zeggen het was de klaver 9. En de laatste zegt het was de schoppen boer. Maar in werkelijkheid liggen ze alle 3 omgedraaid. Hé, hey, ja. Dat is wel grappig. Je had ook de ruiter 4 kunnen zeggen. Ja. Maar die lag niet omgedraaid. Nee. Nee, ja, nu wel. Maar goed, het zijn in ieder geval 4 kaarten. Dat heb je dan weer wel goed. En ze hebben een blauwe rug. Ja. Het enige probleem is die speciale kaart die erbij zit. Ja, dat is inderdaad een speciale kaart. Dat klopt, want nu heb je namelijk 5 kaarten. Dus het truc werkt niet met 4, maar met 5 kaarten. Dat had ik fout in ieder geval. Dat had je fout. Ja. En die omgedraaid had je ook fout. Welke kleurig was het ook weer? Het blauwe. Blauwe. Ja, dat is de enige nadeel. Want als je dan even er tegenaan tikt, dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan veranderen alle rugkleuren. En dan heb je een groene, een gele en een rode en een oranje en een paarse. Of net wat er in het pakketje zit. Juist. Nou, leuk trucje. Geinig toch? Ja. Ik moet zeggen, als we hem hier ook demonstreren in de winkel, ja, dan tuimt eigenlijk iedereen erin. Ze kopen hem meteen. Ja. Ja. Het is ook redelijk geprijsd. €12,50. En je hebt er toch een leuk trucje mee. Zeker weten. De uitleg is in het Nederlands. Kijk. Dat dan weer wel. Want wij hebben er gewoon een YouTube filmpje van gemaakt hoe we het uitleggen. Dus als je hem koopt, dan krijg je een speciale link met de uitleg. En alle benodigde grepen, die worden ook gewoon goed uitgelegd. Dus dit is ook een truc gewoon voor als je zegt, hey, stop hem even in je broekzak en klaar. Hoe is het resetten? Oh, heel snel. Klaar. Zo. Dus dat kan je ook gewoon voor table, magic, hopping. Leuk dingetje. Dat. Ja. Nou, observatietest. Doe er je voordeel mee. Ga ik doen. Dus, nou, succes. Oké, okay, en dan nu het moment waar iedereen op zit te wachten. Ja. Nee, we hebben... Koffie? Ja, koffie. Neem even een bakje koffie, zet hem even op pauze. Ja. Nee, de Spiderpen Pro. Groot aangekondigd de afgelopen maanden. Uiteindelijk lang op zich laten wachten voordat hij daadwerkelijk leverbaar was. We hebben er een aantal binnengekregen en eigenlijk binnen no time ook onze volledige voorraad uitverkocht. Dat top natuurlijk, hadden wij niet verwacht. We krijgen ze, als het goed is, heel snel weer binnen. Want ze zijn nu op. Ze zijn nu op. Op het moment van dit filmpje zijn ze op. Dus je kunt ze wel bestellen, maar dan krijgen ze helaas nog niet geleverd. Hoe lang denk je dat duurt? Ik denk een week, anderhalve week. Wij hebben in ieder geval weer een zootje vastgelegd bij onze leverancier. Dus we zijn gegarandeerd dat we ze weer krijgen. Dat is op zich wel jammer, maar goed. Wat is het? Het is een pen. Nou, dat was het. We gaan naar het volgende. Nee. Het is een hulpmiddel. Ik kan hier niet te veel over kwijt, omdat ik natuurlijk het geheim natuurlijk niet helemaal wil prijsgeven. Maar het is een pen. Het is een hele speciale pen. Dat is wel te begrijpen, want een pen van €165, waar niet eens het woordje Parker op staat, is redelijk aan de prijs. Maar dit is echt 100% de moeite waard. Wat je kan doen. Je kan het promofilmpje even op de site helemaal zien. Maar je kunt een voorwerp laten zweven. Je kunt de haunted pack doen. Je kunt iets voor mentaals als je het wil laten doen. Mogelijkheden zijn enorm. En je kunt ook gewoon met de pen nog schrijven. Nou, dat is dan wel weer mooi meegenomen van die €165 euro. Ja. Nou, je ontvangt de pen uiteraard met alles wat je daarvoor nodig hebt. Een zeer, zeer uitgebreide instructie-DVD van Yigal Messica. Dus hij legt het gewoon heel goed en heel rustig uit. De routines zijn goed te doen. Mocht je nou zeggen, ik heb geen DVD-speler thuis, dan heb je een probleem. Nee, zit er ook nog een boekje bij. Oké. Okay. Nou, dat is meer een... reclameboekje, maar goed, dat maakt niet uit. En wat kan ik er nog meer over zetten? Er was ooit een Spiderpen. Ja, er was de gewone Spiderpen. Dit is de Spiderpen Pro. En de Pro-versie is inderdaad een aanvulling. Voor de mensen die de Spiderpen 1 hebben,
die weten dat je de spijtpen moet aanzetten. Wat ik zeg, ik kan er niet te veel over vertellen, want het is gewoon een te mooi geheim en heel veel mensen kijken dit. Ook niet gewoon last. Nee, je moest hem aanzetten, je moest de pen aanzetten. Ja. Het mooie van deze versie is dat er een soort elektronica in zit, er zit een soort chip in. En een soort bewegingsmelder. Dus het moment, moment dat jij aan de pen of aan het geheime iets gaat zitten, dan gaat die gewoon vanzelf aan. Ja. Een andere grote voordeel is ook dat er niet van die stomme knoop... Ja, er zit gewoon, er gaat een AAA-batterij, dus drie keer A-batterij in, dus die gaan overal kun je die halen. En die, en die gaan natuurlijk veel langer mee. Het enige is, wat ik heb ondervonden, en dat is het enige minpuntje wat ik kan vinden, maar goed, daar kan je overheen komen, is als je de DVD gaat kijken, op het moment dat je de pen hebt aangeschaft, dan stop je die DVD-speler erin, je gaat kijken en pas na twee of drie keer, laat een paar dingen zien hoe je dat moet doen en daarna gaat hij pas uitleggen hoe je de batterij erin stopt. Ja, dat is wel dus apart. Ik zat heel erg te emmeren, hoe krijg ik die batterij erin? Ja. Maar goed, dat, als je dat één keer weet, dan weet je dat. En anders bel je ons op. Okay. Dus al met al, ik vind het is een hoop geld, maar het is zeker de moeite waard. En het is een, kwalitatief is dit gewoon absoluut een geweldig ding. En het zal niet voor iedereen geschikt zijn. De onderdelen zijn ook los te koop. Alle onderdelen zijn los te koop, inderdaad. Ja, alle onderdelen niet, maar... Moet ik even nadenken. Ja, want je kan zelfs een andere kleur clip kopen als je wil. Okay. Als de inkt op is, laat hij zien hoe je de inkt moet vullen. Dat is niet heel moeilijk, maar het is even een rotwerkje. Maar de spools, die zijn los te koop. En nou ja, goed, batterij die kun je gewoon aanschaffen. Ja. Dus, en de spools hebben wij ook gewoon liggen op voorraad. Ja, als het jou ligt om met zo'n... ITR te werken. Ja. En het is ook nog zo, ik had laatst iemand die zei, ja, maar ik heb nooit een pen bij me. Je kan de pen, zoals je al doet, in jouw overhemd stoppen, achter je knopen. Dus dan zie je ook niet eens dat je een pen bij je hebt. Nee. Dus ja, dat is wel het hele idee van die pen weg, toch? Ja en nee. Ja, het werkt je hoeft hem niet. Je hoeft hem niet, ik bedoel, dit is niet iets wat de heleboel mensen nu hebben van, hé, kijk, ik heb hier een pen. Dit is een beetje oud-Hollands en als je de... Goed, niet iedereen loopt zo over straat. Tenminste. Nee. Toch? Dus je kan de pen gewoon heel simpel achter je knoopsgat doen, zodat hij vast zit. Dus, nou dat. We pauzeren even deze uitzending. Dan hebben we weer een nieuwe week. Een mysterieus item. Absoluut. Nou, valt wel mee hoor. Ja. Het is deel 5 van de serie Card College. Van Roberto Gobbi. Kiobi? Ja. Ja. Heel bekend. Het is natuurlijk een prachtige serie. Voor iedereen die wil gaan leren kaartgoochelen en die van boeken houdt, dan is de Card College serie absoluut een aanrader. De boeken zijn dan al wat ouder. De delen zijn iedere keer los erbij gekomen. Het begint met heel duidelijk uit. Het is natuurlijk uiteraard in het Engels. Dat kan niet mis natuurlijk, het is een hele uitleg van hoe hou je überhaupt een spel kaarten vast en wat is de inner end, wat is de right side je vingers. Dus wat is je rechterhand, wat is je linkerhand? Dus allemaal technische wat is dingen. Je vinger, wat is je middelvinger, wat is je duim? Ja. Legt hij allemaal uit. En deel 5 staat vooral vol met een hele aantal effecten. Ja. Dus minder slides en dat soort dingen. Ja. Maar veel effecten. Minder technieken, maar die meer teruggrijpen natuurlijk op de vorige 4 boeken. Ja. Maar misschien heb je deel 5 nog niet. Dan is het nu je kans, want normaal is die 45. En nu slechts 29. 29 euro. Nou, leuke deal toch? Ja, ik denk het wel. Een leuke deal. Je hoeft niet per se deel 1, 2, 3 en 4 te hebben. Nee, absoluut niet. Maar, het kan zijn dat hij natuurlijk terugverwijst naar een ander deel. Misschien is het iets wat je al weet, een Elmsley Count of weet ik veel wat. Dat zou wel kunnen, want dit is natuurlijk wel voornamelijk effecten. Maar grijp je kans. Kijk, het is natuurlijk zo, de een houdt meer van een DVD. DVD, de ander van een boek. Ja. Maar in een boek van 29 euro staat natuurlijk veel meer... Als op een DVD. Van ook 29 euro. Ja. Dus. Maar goed, aan jou de keuze. Card College deel 5. En nu dus de weekdeal voor 29 euro. Wanneer de weekdeal afloopt,
Ja, bij ons is de week heel variabel. De week is heel variabel. Het kan zomaar 3 weken duren, ja, een weekdeal. Maar een weekdeal kan ook maar een week duren. Kan ook. Dus ik zou zeggen, grijp je kans als je wat wil bestellen. Bestel hem meteen en dan nou, goed, heb je hem zoals te doen gebruikelijk. Vandaag bestellen, morgen in huis. Alles wat je op onze site ziet, staat gewoon op, hebben we gewoon op voorraad. Ja. En dat betekent ook dat er ook dingen zijn die je misschien wel verwacht bij ons, maar die je niet kan vinden. Nou, dat betekent gewoon dat we hem niet op voorraad hebben. Dat betekent niet dat we hem niet kunnen bestellen. Dus maak gebruik, bel ons van, hey, heb je dat? Zoals heel veel mensen gelukkig doen en steeds meer ook doen. En dat even gezegd hebben. Misschien heb ik nu even de tijd om eerst een slok koffie te nemen. Oh, en dan misschien even over de lezingen. Proost. Proost. Ja, de lezingen. We hebben weer 2 fantastische lezingen in het vooruitzicht. Ja, dit vind ik wel toppers. Niet zomaar een of andere onbekende goochelaar. Nee. Niet dat dat niet goed is, maar we hebben namelijk Dani da Ortiz, die komt. Op 14 september, vrijdagavond, ja, een lezing geven. Ja, de dag erop, 15 september, geeft hij een workshop. Voor die workshop zijn nog heel enkele plaatsen vrij. Dus mocht je daar willen, dan moet je daar nu op reageren, want het kan zijn, op is echt op, vol is vol. De lezing is fabelachtig. Je moet hem eigenlijk niet missen. Je kan hem eigenlijk niet missen. Nee, dat klopt. En we hebben 23 november. David Roth. Ja, inderdaad. David Roth, dat is een munteman voornamelijk. En niet zomaar een munteman, maar echt een van de betere. Die er rondloopt op deze aardkloot. Dus kaarten, Daniel Ortiz. Dani da Ortiz. En munten, David Roth. Juist. Okay. Nou, we zijn alweer toegekomen aan het moment waar iedereen op zit te wachten. Namelijk de laatste truc. De laatste truc. In dit geval een kaarttruc. Voor de verandering. Want we hebben nog geen kaarttrucs gedaan. Nee, precies. En, maar wel een goede. Een spelkaart. Yes. Ik wil vragen, Ron, wil jij eender welke kaart aanlezen? Geheel vrije keus. Geheel vrije keus. Dan maakt het niet aan deze. Want we hebben voor dit stuk geen volgers nodig. Nee. Kijk goed. Ja. Zien? Ja. Hard achter. Ja. Ik stop hem op een andere plek erin. Ja. Maar nog niet overtuigend genoeg. Nee. We gaan nog even schudden. En een riffeltje. En we doen er nog eentje gewoon een beetje te rek allemaal. Ja, want het is een vrij korte uitzending anders. En even couperen, dat is wel zo eerlijk. Mm-hmm. Goed. Nou, mag jij een getal noemen tussen de 1 en de 52? Geheel vrije keuze? Geheel vrije keuze. 10. 10. 1. Jij gaat mij niet vertellen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wat was jouw kaart? Ruiter 2. Ruiter 2. En dit is? Wauw. Ruiter 2. Je hebt welke kaart? Elke kaart kunnen kiezen. Ja, mooi. Any card and any number. Ja, zo. Een variatie. Een variatie. Wel heel mooi. Echt heel mooi. Ja. Nou, is dit niet het enige wat je hier nee, je doen? Kan hier nog een heel mooi voorspellingseffect mee doen. Daar wordt dan weer een extra kaart voorbij geleverd. Ja, het is... ik vind het even de mooiste bicycle decks die er zijn. Ja, zeker weten. Absoluut. Leuk. Hey, het Mastermind deck. Het Mastermind deck. In bicycle variant. In bicycle variant. En kost die? Kost niet goedkoop, €37,50. Maar je hebt er een wereldeffect voor. Ja. Vind ik. Ja. Ja. Fantastisch. Leuk. Nou, dit was, het is, je kan natuurlijk nog wat nadelen ook vertellen hierover. Het is niet echt iets waar je mee kan klaverjassen met spel. Nee, het is een zwaar gekimmickt spel inderdaad. Maar, denk ik. Ik vind het effect wat je hiermee bereikt de moeite zo waard. Sterk dat het de moeite waard is om weer een gekimmickt deck ergens in een van je zakken te stoppen. Ja, goed. Dat toch? Ja. Leuk. Nou, dat was het eigenlijk voor vandaag. Wauw, we hebben een beetje een rommelige uitzending. Ja. Al zeg ik het zelf. Waarschijnlijk heb niet iedereen door gehad, maar we hebben telefoon gehad. We hebben de postbode gehad. De batterij ging een keertje op. En Gert moest nog even naar de wc. Oh, en mijn koffie is ook al een keer leeg. Maar goed, dat even geheel terzijde. Het zit er weer op, hè? Het zit er weer op. Tot volgende week. Wel eens. Of die week erop. Dat ligt een beetje aan de weekdeal. Ja. En bedankt voor het kijken. Tot ziens. Hoi.
Hey, Ron, je ziet vaak van die bordjes hangen. Bij jou hangt er ook zo'n bordje. Wat staat er ook weer op bij, boven je bureau? Daar staat iets van... mijn werk is heel geheim, zelfs ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, precies. Ja. Ik kwam laatst ook eens zo'n bordje tegen. Ik piste in mijn broek, echt waar. Oh. Weet je wat erop stond? Nee. WC buiten gebruik.